Het is zaterdag 28 mei en Edam organiseert voor de 32e maal het Kaaspopfestival. Een gratis en open-air festival met voor ieder wat wils. Maar liefst 4 podia's zijn door de stad verspreid. Onder andere de Beestenmarkt, onder de Speeltoren, de Stadstuin en op de Kaasmarkt. Flegmatiek is onderling. Voor de eerste in Edam? Nee. We hebben wel eerder opgetreden, maar heel lang geleden. Ja, eeuwen geleden. Onze gemiddelde leeftijd. Nee, ik zeg het niet. Niet zeggen. Maar ging goed? Het was ook erg warm. Goed en niet goed, maar leuk, gezellig, superleuk. Er was geen gangje te krijgen, jammer. Ja, iets jammers, hè. Maar ja, gelukkig het weer viel mee en op zich wel een geslaagd optreden. Maar ja, iets jammers. Nee, ik maak het grap. Het was echt geweldig. Dat was super. Ja. Wij spreken niet in goed of slecht. We zitten er altijd kwalitatief een beetje tussenin, maar de sfeer is altijd goed. Nou, is de sfeer goed? Heel goed. Lekker man, al die muziek hier. Ja. Wat is tot nu toe de naam die het meest heeft bijgedragen aan je herinneringen straks? Qua bands? Ja, zeker Grapevine Collection. Ja, dat was lekkere funkmuziek. Dat was echt genieten. Coverbands zijn ook altijd leuk, bekende muziek, maar niet bekende muziek die toch aanslaat, dat doet ook wel echt wat hoor. Ja, dat vind ik wel echt bijzonder. Nou, de jazz die is altijd erg goed hier. En ik kom hier altijd kijken voor de sfeer. Het is veel publiek. En Evergreens, leuk. Stones hoorde je net. Pointer Sisters, prima. Hoe is de sfeer? Ja, geweldig. Ik denk dat ze hebben echt heel veel geluk gehad dat het weer zo ontzettend is meegevallen vandaag. En dat gun ik ze ook van harte, de organisatie, want er zit natuurlijk heel veel werk aan. En het is weer een prachtig evenement. Wat brengt jou hier? Ik kom voor de hamburgers. Ja. Zijn ze er wel? Nee, ze staan hier, dus ik zit dicht bij het vuur. Op het Jan van Wallendalplein was de sfeer uiterst relaxed. Tijdens het draaien stond de jonge Amsterdamse dubbreakerformatie De Dubbies op de planken. Een zonnig feestje met tijdloze muziek. Ik zie dat je een mooi shirt aan hebt van Kaaspop. Ja, dat klopt. Jij bent dus vrijwilliger. Ik ben vrijwilliger. Alles is eigenlijk met vrijwilligers wordt gedaan hier, hè? Ja, klopt. Zijn er elk jaar nog heel veel vrijwilligers nodig? De diensten zijn veranderd, heb ik gehoord. Dus er zijn nu meer vrijwilligers nodig dan eerst, want de diensten zijn verkort. Zijn jullie tevreden over de opkomst dit jaar? Nou, als je dit ziet, ik ben hartstikke tevreden. Ik weet niet hoe de organisatie het ziet, maar ik denk dat ze zeker tevreden kunnen zijn. Ja. Voor wie kom je eigenlijk? Voor het mooie weer. En de bier zeker? Stap, zeker. Kaaspop 2016, wederom een geslaagde editie.